Ja, laatst waren we in Vlissingen. En we zien al dagelijks dat er in Gapingen veel kwakken worden gemeld. Ik vond het al een beetje vreemd, zoveel. Dus wij op naar Gapingen komen we eraan in een woonwijk. En om de uur zien we door een tuin van een woning. Ja, een hele rij kwakken. Op een hek. Nou, het bleek er dus ook ooit een man die ze gekweekt had of zo. Of gefokt, hoe zeg je dat? Nou, het was wel grappig hoor. Nou, hier begint de re-kwakkisering van Nederland. Ik denk dat, dat deze kwakken wel gaan behoren tot de meest curieuze waarneming van dit jaar. Nu al tientallen kwakken daar op die voormalige kwekerij. Maar ze hebben geen ring op en ze zwermen uit, vertelde de bewoonster van het huis. Dus de kwakken die je in Middelburg ziet zijn misschien ook wel afkomstig uit deze dierentuin. En alle andere kwakken in Zeeland ook. Nou ja, misschien begint hier de kwakkenvictorie wel. Je zat al een beetje kwakken gaan kweken. Ik bedoel, een kip, dat kan ik wel begrijpen, maar een kwak.